In dit filmpje wil ik iets gaan uitleggen over het effect van viscositeit op het volumedebied. Nou, dit is een model wat we tot nu toe hadden. Dus we hadden hier een leiding en daarvoor, daardoor liep dit snelheidsprofiel. Dus de middelste laagjes die gaan sneller. En naarmate je verder naar buiten gaat, gaat de snelheid van de stroomstelheid uiteindelijk naar nul. Maar je kunt je misschien wel voorstellen dat dit wel invloed heeft op het volumedebied. Als de snelheid overal even groot was geweest, dus overal u max was geweest, heb je natuurlijk een groter volumedebied dan nu. Nou, wat het effect op het volumedebied is, dat kunnen wij afleiden. En dat wil ik ook eventjes laten zien. Nou, en in dit geval wil ik eigenlijk alleen maar even gaan kijken naar een ronde leiding. En dat is eigenlijk omdat de afleiding voor een nou ja, rechthoekige leiding lijkt me en wat minder relevant. En uh, is ook nog eens uh, bijna precies hetzelfde. Dus laten we dat eens even gaan doen. Dus ik haal die even weg, en dan gaan we naar de volgende slide. Oké, okay, dus hier hebben we weer even het plaatje. Nou, en we hebben hier weer dezelfde formule voor een ronde leiding. En die laten we even benadrukken. P1 en P2, L, de viscositeit en de binnendimeter, dat zijn allemaal. Gewoon constanten. Dat zijn parameters die zijn afhankelijk van hoe ik mijn systeem inricht. Dus, de, dus deze P1 en P2 die moet ik afzonderlijk meten. De lengte moet ik afzonderlijk meten, de viscositeit moet ik afzonderlijk meten en de binnendiameter moet ik afzonderlijk meten. De enige parameter hierin, de enige variabele, is onze, uh, onze r. En dat is waar onze snelheid van afhangt. Nou, jullie kennen deze formule inmiddels. Het volumedebiet is. Dus stroomsnelheid keer A. Alleen dat is als de stroomsnelheid door de hele leiding hetzelfde is. En dat is in dit geval niet zo. Uh, dus sterker nog, de snelheid die varieert heel sterk, die gaat zelfs helemaal naar nul. Dus we kunnen eigenlijk helemaal niet praten over een V keer een A, want we kunnen niet de maximale snelheid keer de hele oppervlakte doen, want dan berekenen we het volume debiet als overal de maximale snelheid als geweest. Dus wat we moeten doen is, we moeten deze volume, formule een beetje anders schrijven. En wat we dan gaan doen, is we gaan eigenlijk het volumegebied van één heel klein dun laagje bekijken. Dus ik zeg eigenlijk: wat is nou het volumegebied dat stroomt door een heel klein oppervlakje hier? Wat is eigenlijk het, het volumegebied van één dun laagje vloeistof door een heel klein oppervlakje hier? Nou, je voelt hem al aankomen. Dan krijg je. D volumedebied, dus het volumedebied van een heel klein smal laagje, is gelijk aan de snelheid van het laagje keer de piepklein oppervlakje waar hij doorheen stroomt. Nou, en ook hier kun je je wel weer voorstellen dat het misschien net zo'n cirkelvormig laagje is, net zoals in het vorige filmpje. Nou, dan wordt het volumedebied in totaal, is dan de integraal. Van de snelheid keer DA. En net zoals ik vorig jaar bij wiskunde altijd heb gedaan, nou we gaan integreren iets gaan doen met die DA. Dus we moeten een DA vinden. Dus laten we dat eens dus even proberen. Nou, voor een cirkelvormige oppervlakte is de oppervlakte 2pi R keer DR. Je kunt dat misschien wel een beetje zien. Dat als, je, als je een cirkel hebt. En je knipt hem door en je legt hem uit. Dan heeft hij een een breedte eigenlijk van 2πr, want dat is de omtrek van een cirkel, en als ik hem uitknip en neerleg, dan is dat de breedte. En dan is de hoogte is dr. En dat is dan onze oppervlakte van het kleine stukje cirkel. Dus overal waar da staat, gaan we nu dit neerzetten. Dus we krijgen nou, zoals je ziet, op de plek van da staat nou 2πr dr. En ik heb V tussen haakjes R gezet om te zeggen dat V een functie is van R. Dus eigenlijk gewoon dat V van R afhangt. En ik heb ook meteen integratiegrenzen toegevoegd. Ik heb gezegd we integreren van 0 tot de binnendiameter. En dat is ook logisch, want we willen het totale volume debiet weten. Dus we integreren van 0 tot daar. Nou, wat ik nou ga doen is ik ga op de plek van die VR ga ik deze formule eigenlijk neerzetten. Okay, dus oké, er is heel wat veranderd hier, maar wat ik gedaan heb, ik heb deze 2pi die niet meedoet in de integratie, heb ik eruit getrokken. En op de plek van v staat deze functie nu. En dan staat hier nog r dr. Nou, als laatste ga ik even alle constanten, dat zijn eigenlijk deze, dus die niet van r afhangen, die ga ik even uit integraal halen ook. En ik ga ook even die 2 wegstrepen met die 4, dat zul je zo meteen wel even zien wat ik dan krijg. Want dan krijg ik namelijk dit. Dus ik krijg hier pi keer, nou ja, dit gebeuren weer. Alleen dan gedeeld door 2 nu, omdat ik de 2, uh, nou ja, 2 gedeeld door 4 is hetzelfde als 1 gedeeld door 2. Dus daarom staat daar nu een 2. Nou, en ik integreer van 0 tot r. En dan r kwadraat, min grote r kwadraat, min kleine r kwadraat, keer r en dan dr. En op de volgende slide zullen we even zien wat je dan krijgt. Nou, dit is dezelfde integraal als op de vorige slide. Uh, nou, en deze integraal lijkt, nou, het lijkt misschien moeilijk omdat alles wat ervoor staat en zo en alles wat erin staat, maar in principe is het niet zo heel moeilijk. Want als we deze haakjes wegwerken, krijgen we r kwadraat r dr. Een nou, r kwadraat is weer een constante, dus dan krijgen we een half, een half kleine r kwadraat, grote r kwadraat. Nou, dit is gewoon een r kwadraat keer r, dus het wordt een r tot de derde. En als we die integreren, krijgen we een 1 vierde r tot de vierde. Nou, laten we eens even zien hoe het eruit ziet. Dus hier hebben we weer al die constanten die ervoor staan. Nou, dit is als we dit gedeelte van, de, van het verhaal integreren en dit is als we dit gedeelte van het verhaal integreren. Nou, als je dat niet, niet helemaal begrijpt, dan kun je dit nog wel even invoeren op Wolfram Alpha en kijken wat je krijgt. Uh, of het zelf nog een keertje proberen. Het is in ieder geval niet heel belangrijk voor dit vak, dit hoef je niet zelf te kunnen. En um, nou, dan vullen we hem in op 0 en R, en wat je dan krijgt, is deze formule. Dus dat is heel veel wiskunde, maar we uit komen uiteindelijk op een relatief korte formule. Dus we krijgen pi nou, keer p1 min P2, nu gedeeld door 8 keer de viscositeit keer de lengte van de leiding keer de binnendiameter van de leiding. Nou, dit is een hele mooie formule, want nu kun je dus, als jij een leiding hebt, uh, nou ja, hebt, en jij weet uh, de drukval over de lengte van die leiding, en je weet de lengte van de leiding, je weet de viscositeit van de vloeistof die doorheen gaat, en je weet de binnendiameter, nou, dan kun jij het volumedebiet gewoon meteen berekenen met deze formule. Nou, en ik wilde eventjes, en ik wilde dat eventjes duidelijk maken in dit verhaal.